Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe unboxing video van Runic Horse. In deze aflevering gaan wij drie tints unboxen. De Flareon, Zolfion en Orion. Hier boxen. Ik heb geen script. Uit het hoofd. In ieder geval, die gaan we gezellig unboxen. En dat was live bij René Cards. Ik heb daar een paar video's heb ik daar opgenomen. Het enige nadeel is, we hebben shaky camera en noem maar op. En daarom doe ik deze intro opnieuw. Omdat ik niet zo slim ben geweest om daar mijn statief voor te gebruiken. Slimme ik. Ook nog eens een keertje heeft het iets langer geduurd voordat deze video's naar buiten kwamen. Dankjewel, werk. Maar goed, dat zou de pret natuurlijk niet moeten bederven. Ik zou zeggen, laten we gewoon gaan kijken wat we in deze geweldige tints hebben. En René, natuurlijk nogmaals bedankt voor het mogelijk maken van deze video. Tot we een unboxing konden doen bij jou in de winkel. Heel erg bedankt daarvoor. Minder geklets, meer naar de unboxing. Let's go! Nou, ik pak gewoon willekeurig een tin. Dus nee, dit is niet in de oorspronkelijke volgorde van mijn favoriet of zoiets. Dus echt lijstjes neer en noem maar op. Maar in ieder geval beginnen we dus met deze mooie Flareon. Tinbox. En zoals je dus aan de zijkanten kunt zien, zie je dus dat daar alle evoluties op staan. Maar op de deksel zie je dus heel erg mooi de Flareon en de reflectie van een hele mooie lap. Live in de winkel, heerlijk. Het is lang geleden, jongens. Ik ben zo blij dat het weer kan. Nou, je begint natuurlijk met een hele mooie promokaart die ik hier zeker heel eventjes wil laten zien. Is zo cute. It's our Flareon, it's our boy. Dus die gaan wij heel voorzichtig zo even aan de kant zetten. Even voorzichtig. Uit hem halen. Zo. Ik vind het heel erg nice. Dat is degene die we de vorige keer niet hebben kunnen vinden, helaas. En in zo'n tin zitten natuurlijk ook nog eens vier pakjes waarvan Evolving Skies, Chillin' Rain, Battle Styles en Sword and Shield. Gewoon Sword and Shield. Maar we hebben in ieder geval dus eentje. Deze bewaren we voor het laatste. Waarom? Dat het kan. Ja, gaan we gewoon doen. Gaan we gewoon willekeurig zo ergens. We beginnen gewoon met de Sword and Shield. Ook wel heel erg grappig, leuk feitje. Pokémon bestaat 25 jaar. Echt waar? Echt waar. We worden oud! Zo. Spoilers, het is miauw! Ik doe hem gewoon zo. Volgens mij was het nog steeds 4. Ik weet het niet zeker. Het is een oud pakje dit. Het is nog allemaal voor de C-tijd. Oké, we beginnen met vuurenergie. Vitality Band. We hebben een Evolution Incent. We hebben een B-Sharp. B-Galarian Miauw. B-Krogunk. B-Chinchou, gezondheid. B-Mincino. Rhyhorn. Kijk, die ken ik tenminste nog wel. Reversed Hollow Cutney. Ah, we beginnen niet echt sterk, jongens. Fluff. Disappointment. Een Corvi Knight. Who says nee. Well, I want a Shrubbery. And I want it right now. Wanneer komt de Karen Pokémon, jongens? I want to speak to the manager. We gaan nou naar Chilling Rain. Not Chocolate Rain, Chilling Rain. Serieus, jongens. Het is eigenlijk niet rain, het is rain. Stevie, je spreekt alles verkeerd uit. Ik weet het, Toad. Ik weet het. Zo. Oh, hij haalt de kaartjes offscreen. Ja, dat doe ik expres. Jullie weten waarom. Ik ga het niet nog een keer uitleggen, jongens. Dat is nergens voor nodig. Hartstikke gezellig. Lightning Bolt strikes you. Dynatree Hill. Justified Gloves. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Ik zal een beetje proberen het wat hoger voor jullie te halen. Dat is wel makkelijker. Dus... Lucky Energy, Crabrawler, Grookie, Scorbunny. Ik weet niet, ik vind het nog altijd wel... Ja, ik vind het fijn dat ze weer een bunny een keertje toegevoegd hebben in de Pokémon. Ik bedoel, we hebben meer bunnies nodig. Vossen en honden hebben meer als genoeg, maar bunnies die hebben gewoon veel te weinig. Veel niet. Random persoon die hierachter zit die niemand ziet. Ja, jullie hoorden hem gasp. Je hoeft niet extreem stil te zijn hoor. We zitten hier live in de winkel, geen zorgen. Jij wel. Jij moet stil. Nee. Heerlijk dit, jongens. Even kijken, we hebben een Snowgrunt, we hebben een Reversed Hollow Delibird. René, we hebben iets. Ik weet niet wat het is, ik weet niet wat het is. Is het er... Volgens mij, is dat Rainbow? Het is Rainbow, het is een Rainbow. Het is Rainbow, het is Rainbow, het is Rainbow.
En ik weet nog niet, oh, het is een full-art rainbow trainer. Oh, René, ik heb een full-art rainbow trainer. René, geef me opslag. Deze is... Ik heb geen idee wie het is, jongens. Zo lang heb ik alweer geen Pokémon unboxed. Wie is dit? Laat het weten in de reacties. Zeker nice. Dat is leuk dat onze editor doet knippen. Stevie, jokes on you. Jij bent de editor. Shit. Ja, dat mag niet zeggen op YouTube, hoor. Ik wel. Toch? Gewoon, welk pakje is dit eigenlijk? Battle Styles. Ik ben gewoon spontaan maar aan het openen. Waarom ook niet? Ik serieus. Hallo. Doe gek. Wat zegt u? Nee, die krijg je niet zomaar. Nee, daar ben je ook aan. Dus er geen boeket. Ja, dus. Ik kom in één keer spontaan handen in beeld. Handen, meer handen. Ja, dat zie je zo. Boven de mat. Boven de mat komt alles in beeld. Alles. De mat is wel een beetje maar. Hè? Ik vind die mat heel cool, maar... Dank. Ja, dat is wel zo mooi om. Wil die bij de... Nou, dat moet je bij de grote baas zijn, want dat is voor de grote baas. Ja, maar... Dus, heb je Eevee kaartjes in zitten? Eevee. Eevee. Nee? Ook geen... Je hebt wel. Een bel. Ja! En ik zag Marion ook. Ja. Dan zijn we hier. Zijn we terug, editor? Zijn we er weer? Had ik al gedaan, hè? Ik ben het helemaal kwijt. Ja, hier. Was het witte kompaard? Nee, ik moet heel eventjes naar even kijken. We hebben nou staalenergie. We hebben puur lelijk. Ugly. We hebben Durant. We hebben Luxio. Blijft een van mijn favorieten. We hebben Mawile. We hebben Kenya. We hebben een Corviche. Even, wie? Ja. Ik heb de naam ook niet verzonnen. We hebben een Timber. We hebben een Baltoy. We hebben een Reverse Hollow. Lekker, lekker! Oh. En een regular rare Minchow. Ik hoop dat ik het goed uitscheld, jongens. Echt serieus. Wacht eventjes. Dit is toch... Volgens mij is dit... Ik haal het weer hier allemaal door elkaar heen en dat is allemaal... Dat kan toch allemaal niet? Schandalig, schandalig, schandalig. Altijd, altijd. Jongens, daar hebben we hem weer, hè? De legendarische Umbreon. Ik vind de art van dit pakje zo mooi. Evolving Skies. Gaan we weer een evolutie eruit halen? Ik bedoel, echt serieus. Ik vond de Elite Trainer box die we hadden gevonden, die vond ik echt gaaf, jongens. Dat was echt een van de beste die we ooit hebben gevonden. Ik praat er veel, ik weet het. Waarom? Omdat het kan. Goed. Hebben we hier spannende muziek? Het is Evolving Skies. Edit toch gewoon nog eventjes spannende muziek erin. Spannende muziek, dank je. Dat is beter. Onbetaald, weet je wel? Echt, die. De editor wordt onderbetaald, en hoe? Wacht eventjes, nee, de editor die hoeft helemaal niet. Die zit daar lekker met een bakje koffie. Stevie, je hebt de kaarten niet opgeruimd. Ik weet het. Wij hebben waterenergie. Crystal KV. Everlock. Snowleaf Badge. Een Slakoth. Petlin. Pikachu. Yay. Pumpkaboo. Happy Halloween, jongens. Rufflet. Reversed Hollow Stoutland. Ja, sorry, zo'n running gag van vroeger. Probeer hem goed in beeld te houden, jongens. Een Tivol. Oké. Leuke naam. Leuk. Dat is die Vos-Pokémon van Sword Shield, ja. Dat is leuk. Kan leuk zijn. Ik moet zeggen dat ik de Stoutland ook wel heel erg mooi win. Maar goed, dat was dus inderdaad onze eerste Flareon tin. Ik moet zeggen, ik vind Flareon vind ik heel erg mooi. En we hebben er een Rainbow Rare hebben we er dus uitgehaald. Een Full Art Trainer Card. Het is Caitlyn, Stevie. Dat had je eerder kunnen zeggen. Maar goed, wij gaan door naar de volgende box. Dan gaan we gelijk eventjes door met ons Jolteon tin. Waarom ook niet? Even de folie er even maar afhalen. Dat is het voordeel, weet je wel. Jullie zien alleen maar heel mooie kaarten en jullie hebben voornamelijk de focus op het handenwerk. Dus als ik een keertje aan mijn neus hoef te krabben, dan zien jullie dat lekker niet.
trouwens ook weer heel erg mooi. De zijkanten trouwens hiervan, nogmaals, die zijn echt identiek. Waar heb ik de Flareon? Die heb ik hier even naast. Je kunt echt zien, de zijkanten die zijn echt identiek. Maar de deksel, daar zit natuurlijk een speciale deksel op voor welke Pokémon tin dat je hebt. En we gaan dus nu naar onze schokkende vriend Jolteon. Schokkende reveal. De spanning stijgt. Oké, okay, hoeveel bliksemgrappen kunnen we nou nog maken, hoor? Ze gaan bliksems vlug achter elkaar. Oké, ik hou op. Waarom altijd die hoekjes? Ik vind het creepy. Allee, zo. Kijk nou toch eens. Hij is smiling. Nee, kijk, super chagrijnig. Hij is smiling. Hij bijt je hand eraf. Hij is smiling. Ik vind hem gaaf. Jongens, hij is gaaf. Dunderspear en pinmissel. Dus kijk, hebben we hier dezelfde vier pakjes? Evolving Sky, Chilling Rain, Battlestars en Sword and Shield. Ja, dus wij gaan gewoon eventjes de Evolving Skies, die gaat weer onderaan. Even schudden we gewoon lekker door elkaar heen, hè. Kan er iemand stop zeggen? Stop. Dank je. Dus blijf je schudden. 6,5 uur later, weet je wel. Staan we nog te schudden? Goed, Evolving Skies onderaan. Pakjes die gaan weer mooi hier. Hoppakee, Sword and Shield. Ja, dan moet ik een shirt. Ja, kom, we beginnen weer met soorten shield. Echt jongens, ik heb training gehad in het openen van de pakjes, hoor. Ik ben er beter in geworden. Ja, vroeger echt serieus. Vroeger, toen ik nog een klein ontschuldig stevietje was. Nee, echt serieus, wat zat je met die pakjes? Ik ga hem niet open, ik ga hem niet open. En dan kwam er iemand, pak een schaar. Nee, pak geen schaar. Jawel, nee. Ondertussen is er een Pokémon van gemaakt van een schaar. Is er een schaar-Pokémon? Ik weet dat er een zwaard Pokémon is. Er is geen schaap Pokémon. Er is geen schaap Pokémon. Hou we zo. Oké, okay, nou, in ieder geval, wij beginnen met een hele mooie bladzijde. Waarom ook niet? Gevolgd door. Palpa, ik wou PayPal zeg. Dat is wel heel erg slecht, jongens. Ah, oh, sorry. We hebben een airballoon. Ja, ik kan het zo moeilijk voor mij. Als jullie het maar goed zien, dat vind ik het belangrijkste. Ik heb een heel klein scherpje waar ik mee moet werken. Ik vind het leuk. Een airballoon. En dit is een... Hoe scheld je dat? Eldegos. Eldegos. Dankjewel. En een baltooi. En een dommel. Oh nee, wacht even. Hoe heet die ook weer? Dumbo. Gewoon Dumble. Weet ik veel. Disney. Wegwezen. Krabby. En ach, Jamper, daar is mijn zus helemaal gek van. In verband met dat lijkt op het hondje dat mijn zus heeft. Hartstikke lief. En we hebben een... Silly Cobra. Dat is gewoon een hele gekke slang. Silly Cobra. Zegt het al genoeg. Diglett, Reversed Hollow en... Celebi. Oh, we hebben een Celebi. Hoeveel die? Wat? Waar? Vies. 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 Vies? Vies. Vies. Selfies. Selfies. Hoeveel vies heb je? Wat is een vies? Vies. Oh, Eevees. Vies. Ja, waar is een vies? Vies. Oh, heet dat... Jongens, ik zit al zo lang niet meer in de pers, dat ik niet eens meer weet wat vies is. Kun je nagaan. Editor, knip dit er maar uit. Jawel. Jawel. Fijn. Nooit in discussie aan met je editor. Op het moment heb ik 2 vies. 3, 4. Nee, 4. Want ik heb er toen 5. Ik had er 5. En dan heb ik 6, 7. En deze tellen niet mee. Volgende pakje. Battlestyles. En zo niet, stuur ze maar gewoon door naar Studio Stevie. Oh, blij. Ik weet niet waar je is. Vrolijkheid hier, jongens, in Renekhart. Ik vind het hartstikke leuk, jongens. Daarom, echt, unboxings in de winkel blijven gewoon geniaal. We gaan weer naar de volgende bladzijde. Lief energie. Dus we hebben de Urn of Fertility. Oké, okay. Boffelend. Dat is boffen. Wat is dat dan? Een Brock. Oh, dat is die hele enge vis. Ik weet hem nog. We hebben een Tepig. We hebben een Murkrow. We hebben een Cubone.
Zo. Scatterbug. We hebben een Corphish. Er is ondertussen ook nog eens een keer van hoe goed kun je de Pokémon nadoen. Reverse Holo. Ik heb geen idee hoe dat die Pokémon klinkt. Sorry jongens. Van links, van rechts. Van alle kanten op. Ik heb geen idee jongens. Waar gaan we naartoe met die grap? Naar het volgende pakje. Want echt anders duurt het allemaal weer veel. Even kijken, dit is de rare. En deze die moet daarheen. En dan gaan we weer naar Chilling Rain. Some stay cool and others feel the pain. Zie, hier beginnen we al. Zie, wie is hier dan altijd je moeite hebben pakjes open te maken? Je bent helemaal geen professional. Je bent waardeloos. Serieus, waarom doe je dit? Verwijder je kanaal. Nee. Gewoon nee. Zal ik jullie trouwens een heel leuk verhaaltje vertellen, jongens? Wij hebben tegenwoordig een Pixelmon-server. Yay! Discord link staat in de beschrijving. Komt nog een keertje in de outro, maar wij gaan verder met pakjes. Ja, het is vandaag Nationale Koopdag. Nee, het is donderdag. Shh, koopdag. Het is toch echt donderdag? Shh. Pas erop, hè. No fighting energy. Stuff. Deze Pokémon spreken wij niet over, want dat is een naamjatter. Even kijken, wat hebben we hier? Dynatree Hill. Sorry jongens, ik serieus. Ik probeer het. We hebben hier de Spiral Energy. We hebben een Blitzel. We hebben een Ghastly. Koffie. Nee, we hebben koffie. Hartstikke goed. Lekkere koffie. Een Delibird. Het is bijna kerstmis, waarom ook niet? Het is Halloween, jongens. We hebben een Farfetch'd met een veel te grote prei. Heeft hij een Galarian Farfetch'd? Ook goed. Ik weet dat je een Surf Farfetch'd hebt dat hij kan evolueren. Reversed Holo Larvesta. Oh, en we hebben een Surfetch. Dus je hebt een Farfetch'd en een Surf. Ik vind het nog steeds een beetje een Farfetch'd joke, maar goed. Editor, je bent veel te snel met je spannende muziek. Ik weet het. Hij komt weer. Evolving Skies. Maken het spannend, jongens. Deze muziek is mede mogelijk gemaakt door Musical Memoirs. Enorm bedankt daarvoor. Musical Memoirs die maakt namelijk heel veel gave muziek soundtracks. Of die heeft hij gemaakt. Hij is de laatste tijd heel erg druk bezig geweest met onze Pixelmon server. Wisten jullie trouwens dat wij een Pixelmon server hebben? Link daarbij aan onze Discord. Fighting energie. Ik ben zo snel afgeleid. Ursaring. Grussel. Rescue Carrier. Daddy Ursa. Afgekeurde Magikarp. Want echt serieus. Hij wil een Magikarp zijn, maar deze is hij niet. Hapip. Hitmonchan. Fletchling. Reversed Holo Swellooth. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, jongens. Echt serieus. Ik denk het niet. Ik weet het niet. Ik weet dat we iets hebben. Of we hebben niks. Het is een Holo Rare Slaking. Het is toch een Holo Rare? Dit is onze eerste Holo Rare die we eigenlijk gevonden hebben. Gevonden. Goed, jongens. Ondertussen is dit nou al zo'n 2-3 jaar erin. Skip eventjes naar deze tijdcode als je niet wil weten hoe dat zoiets in elkaar zit. Ik ga jullie eventjes iets vertellen na zoveel jaar. Kijk naar de handjes. Dus even naar deze tijdcode. Dan zijn we bij de volgende... Bij het volgende stuk. Je hebt namelijk de codekaarten die in elk pakketje zitten. En iedereen die weet ondertussen al aan de kleur van de Pokémonkaart, aan de codekaart kun je zien of er een hele zeldzame in zit of gewoon een regular rare in zit. Dit is het verschil. Hiermee weet je, je hebt een regular of je hebt een holo rare of je hebt een van de hele zeldzame V-kaarten zoals dat ze dus nu heten. Met deze weet je al automatisch dat je dus een reverse holo hebt. Helaas. Hebben ze na 2 jaar nog steeds niet gefixt? Ik hoop dat ze dit snel gaan fixen. Maar dat is dus elke keer waarom dat ik wegknip. Goed, nou, met dat gezegd te hebben... naar de laatste tip.
Wil je nu zelf ook een keer langskomen om de gezelligheid te ervaren, je deck uit te proberen, een deck te maken of rondkijken naar de geweldige games en collectibles die er te koop zijn? Kom dan gezellig langs bij René Cards. Deze is te vinden op het Fonteinplein 22D in Naaldwijk. Of bestel je producten online op www.renecards.nl. Hartstikke lief komt eentje en ik zo van, kijk eens, leuke kaart alsjeblieft. Hartstikke lief, echt super lief. Maar ik zeg al, we hebben een hele leuke map met allerlei evoluties en Eevee-kaarten en noem maar op. En ja, dan komt hij in een stapel. Ik vind het hartstikke lief, maar ja, het is leuker als je die dan zelf bijhoudt. Misschien moet ik er een handtekening op zeggen. Nee, Eevees wil ik zelf houden. Oh, wacht jongens, ik vergeet helemaal het mooie deksel van de Vaporeon. Hoe durf ik? Want ja, de rest van de tin is allemaal hetzelfde. Ik krijg hem nog niet eens meer goed in beeld. Smuggy boy. Ik vind hem grappig. Ik vind de kaart vind ik ook heel erg mooi. Daar gaat het natuurlijk ook mee, jongens. De kaart. Zij vroeger zei het ook zo. Bingo staat niet op de kaart. Staat wel op de kaart, staat niet op de kaart. Hele mooie. Onze splashy boy. Ik vind hem nog steeds awesome. Ik vind alle evoluties awesome. En dan krijg je weer, maar wat is dan je favoriete evolutie? Allemaal staan ze op één. Deze die gaat eventjes weer offscreen. En dan gaan we dus hier weer. En we hebben dus weer eentje van Evolving Skies. Dit keer met de Sylveon erop. Misschien dat we dus deze video kunnen gaan eindigen met een awesome full art. Misschien, ik weet niet, alternate art. Ik weet niet. Er zitten hele gave kaarten in, jongens, in de set. Dus deze die gaat sowieso als laatste. We gaan nog heel eventjes wachten tot we ergens een stop horen. Ik weet niet, hij weet het elke keer zo te timen tot we beginnen met Sword and Shield. Rigged! Oké, Sword and Shield, here we go. Ik krijg hem niet open, jongens. Hebben jullie door? Ja, als je dus hebt geskipt, dan weet je niet waarom dat we elke keer op screen gaan. Nu weten jullie het. Maar Stevie, dat wil toch zeggen dat jij het al weet of het goed is of niet? Ik ben een hele goede acteur. Nee. Maar we hebben fight energie. Wat een punchline. En Eldegoss. We hebben een Rhydon. We hebben een potion. We hebben een Krabby. We hebben een Yamper. We hebben een Silicogen. We hebben een Gossifleur. Gossifleur! Ja, weet ik wel, een Gossifleur. Wie verzint die namen? Zigzagoon. Volgens mij zit de Galarian. Ja, de Galarian. Zigzagoon. We hebben een Maractus. Een Reversed Holo. Dan gaan we gelijk beginnen met een. Kaleloister. Wat zien er nog was op de Nintendo 64? Had je zo'n Pokémon kaartspel, of zo'n Pokémon puzzelspel. Nintendo 64 inderdaad, had je zo'n Pokémon puzzelspel. En met het Pokémon puzzelspel had je dus echt Pokémon geluiden. En dan moest je dan zo een soort van Tetris blokjes moest je dan doen. Heel apart spelletje. Leuk puzzelspelletje, maar daar kwamen al die Pokémon geluidjes vandaan. Hoe, the more you know. Vergeet niet jongens, Pokémon bestaat ondertussen al 25 jaar. Ah, maar dat komt omdat ik een Brabander ben. Hè? Ja. Ah. Ja, inderdaad. Stevie, open die kaart nou eens. Oké. Ga nooit ruzie maken met je kijkers, jongens. Nooit. Goed. Welke is dit? Battle Styles. Echt jongens, ik hou hiervan. Ik hou van deze sfeer in de winkel, jongens. Echt. Volgende bladzijde. Gaan we weer. We hebben een Seedra. Wat, een camping gear? Oh, leuk. Gaan we op vakantie weer, gaan we naartoe. We gaan naar de Single Strike Energy. Of naar een Glammeow. Weer een Yamper. Echt serieus, we hebben zoveel Yampers. Mijn zus die zal blij zijn met deze video. Deze video is mede mogelijk gemaakt door Yamper. Nee, eigenlijk door René Kars. Hier, logotje van René. Editor, wakker worden. Zet hier. Goed zo. Een Minfu
We hebben een Bellsprout. We hebben een Salandit. Komt goed. Reverse Holo Sparrow! Oh ja, dat was al de laatste. Whoops. Ik ken het nog niet eens op de kaart. Is dat een Infernape? Wat is het? Naar die van Kloos, hoe zie ik hier? Ik moet even mijn bril schoonmaken, jongens. Het is een cent. Het is geen euro waard. Laten we het daarop houden. Het is een euro van een cent. Is koers. Het is een Pokémon kaart. Echt, de Renmanio komt daar van achter het genio, jongens. Going down, down, down in a chilling of rain. It falls, 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 and it is called snow. Just open it really quickly. Voordat je een pepersnee hebt. Blijf een kartonkaart, jongens. Leven. Het blijft gevaarlijk. Het kan scherp zijn. Hou afstand, weet je wel. Wees voorzichtig met alles. Het is papier, het is karton, het zijn Pokémon-kaarten. Het is vuurenergie. Ik dacht dat er iets aan het branden was. Wat hebben we nog meer? Een Whirlipede. Gezondheid. We hebben een Crushing Gloves. Honey, I'm home. Nee, serieus. Draw a card for each of your opponent bench Pokémon V. Next time on Pokémon V. Marie Bexley is followed after a Heracross. Ik heb geen idee, jongens. Clubberpush. Quirky. Oh. Hunter was spoiler. Sneasel. Hunter, maar die hadden we al gezien. Reverse Holo. Laten we dit nou niet verpesten. Dat is de laatste kaart. En het is... Vaporeon. Wij moeten praten. De Vaporeon tin is niet echt gunstig voor ons. We hebben een regular rare Dugtrio. Ik probeer nog wel zo goed diep te graven. Jij niet, maar de kijkers wel. Evolving Skies, laatste pakje. Vinden wij een Alternate Art Evolution. Hoe awesome zou dat zijn? Vergeet niet, we hebben de Sylveon hebben we toen gevonden. In de Elite Trainer Box. Echt serieus, link, nou ja, is niet echt nodig. Kijk gewoon het laatste videootje dat we gemaakt hebben. Waarom ook niet? Zijn we er klaar voor? Hoe awesome zou het zijn? We hebben vier. En zo, wij beginnen... Met darkness energie, alternate art Umbreon, who knows? Here we go. Lombre. Scroll of the Flying Dragon. Ik serieus, dat klinkt als een... The Scroll of the Flying Dragon. Dat klinkt als een of andere quest van een anime serie of zo. Klinkt awesome. Fletchinder. Tympoil. Cutiefly. Appels! Oh, sorry, het is een Applin. Sorry. Fabulous! Nick! Reverse Holo Pikachu. Yay! Gevolgd door een Eevee. Kom maar. Dit ziet er al niet goed uit, jongens. Nee! Ik doe hem gewoon terug. Weet je wel, ik doe gewoon eventjes... Alakazam, ala... weet ik het allemaal nogal meer. En kijk, spontaan hebben we een... Het is de evolutie... Het is een appeltaart. Pokémon. Vaporeon, you disappoint me. Vaporeon, kom... Ik zet deze heel eventjes netjes hier neer. Vaporeon, kom zelf eventjes hier. Jij was de slechtste tin. Wat heb je daarop te zeggen? Je bent er trots op. Nou, daar moeten we het maar mee doen. Eigenlijk best wel jammer dat er maar één pakje in zit, weet je wel, van dat Eevee-ding. Maar ach ja, jammer genoeg hebben we ook niet echt Eevees. Maar hey, we hebben die mooie kaart, hebben we toch wel te pakken gekregen. Daar ben ik heel erg blij om. Verder wil ik René nogmaals bedanken dat we deze video hebben kunnen opnemen in zijn winkel. En verder wil ik natuurlijk ook vertellen, niet te vergeten, wij hebben een Discord. Daarin spelen we vele games met de community. En niet te vergeten, deze video is geüpload waarschijnlijk één dag voor Hello Weekend. Of op Hello Weekend, één van de twee. In ieder geval, Hello Weekend. We hebben veel streams op Twitch. Link staat natuurlijk ook in de beschrijving. En op Twitch gaan wij dus veel spooky games doen. En we streamen eigenlijk heel veel games. Dus
link staat daar in de beschrijving. Dus wil je een keertje langskomen, kom gezellig langs. In ieder geval, ik dank jullie voor het kijken. En er komt nog een bonusvideo, ook dankzij René. Want er is natuurlijk een heel groot feestje gaande, want Pokémon bestaat 25 jaar. En dan hebben we het natuurlijk niet over Pikachu. Nou ja, oké, voor degene die Pikachu wel vinden. Maar goed, ik zie jullie bij de video, bij de volgende video, hoop ik. In ieder geval, laat een like achter als je deze video leuk vond natuurlijk. En dan hoop ik jullie bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei! Ik moet nu naar mijn muis toe om weg te kunnen klikken.